Hey guys en welkom bij weer een gloednieuwe video. Beetje gekke video vandaag, maar het is een video waar jullie meerdere keren om gevraagd hebben. En omdat ik weet dat er heel veel mensen momenteel mee struggelen en in de toekomst mee zullen struggelen, misschien mee hebben gestruggeld in het verleden, wil ik deze video toch maken. Ik heb namelijk jarenlang last gehad van een angststoornis. En misschien zelfs wel in zekere mate nog een klein beetje last van. Nou, angststoornis is een best wel heftig woord. Hè? Mensen schrikken er altijd van, oh, de angststoornis, maar dat past toch helemaal niet bij jou? Het grappige is dat heel veel mensen een angststoornis hebben, misschien zelfs zonder het te weten. En ze komen dan ook in alle vormen en maten. Ik hoor je denken, ja maar nou wat is dat dan? Want hier weten we helemaal niet van, hier heb je nog nooit over gepraat. Ik heb jarenlang last gehad van emetofobie. Het is kort gezegd angst om over te geven. En dat klinkt heel gek, want ja, niemand houdt toch van overgeven. Het is nooit prettig, maar die angst kan zich zo ontwikkelen dat het echt een belemmering wordt in je leven. En dat je niet alleen bang bent om over te geven, maar ook om de situaties eromheen. Je probeert gewoon op elke mogelijke manier overgeven te vermijden. Of het dan gaat om jezelf, over anderen op tv. Het is een verschrikkelijke angststoornis. En eigenlijk moet ik zeggen dat ik al die tijd dat ik dit heb gehad, niet eens wist dat dit ook echt een angststoornis was. Daar kwam ik pas later achter. Maar in deze video ga ik mijn verhaal doen. En wie weet heb je er iets aan. Wie weet biedt het je een beetje steun. En ik verklap alvast, ik ben er grotendeels vanaf. Dus het wordt beter mocht jij dit ook hebben. Laten we snel beginnen. Ik zal even een kort stukje voorlezen. Wat ik op mijn blog heb geschreven niet zo lang terug. Ik kom net terug van de verjaardag van mijn oma in Amsterdam. Zuchtend en steunend zit ik in de auto op de achterbank terug naar Purmerend. Mijn gulp staat wagenwijd open en er rust één hand op mijn buik. Ik kan niet meer. Normaal letten mijn ouders altijd op wat ik eet. Maar bij mijn oma mag alles. En bovendien is het op zo'n verjaardag toch altijd een beetje chaos. Ik had lekker van de situatie gebruik gemaakt door niet alleen te snoepen van zo'n beetje alles wat op tafel stond. Maar ik had mijn oma gevraagd om een zak chips en een zak popcorn en kippenpootjes. Dat kreeg ik allemaal op. Nu heb ik er spijt van. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat ik alle resten van die middag eruit kot. Maar ik weet dat het lang duurt. Heel lang. Urenlang word ik overtroffen door een oneindige misselijkheid. Terwijl mijn moeder met een washandje op mijn hoofd me probeert te kalmeren. Als ik eenmaal alles eruit gooi, denk ik dat ik stik. Een oneindige, verschrikkelijke, zure brei. Het is een hel. Ik beloof mezelf om nooit meer zoveel te eten. Ik beloof mezelf nooit meer misselijk te worden. Ik moet en zal nooit meer overgeven. Het begin van mijn emetofobie. Zoals je kunt lezen was mijn eerste ervaring met overgeven een hele nare. En vooral als kind kan dit vaak als traumatisch worden ervaren. Omdat je, ja, vooral als je heel erg ziek bent en zo'n klein lijfje, het gewoon best wel naar is. Ik was toen geloof ik nog maar 12 jaar oud. 11 misschien zelfs. Maar het was echt het ergste wat me ooit was overkomen. En ik sprak met mezelf af dat het nooit meer zou mogen gebeuren. Dus toen, ook al was ik pas 11 jaar oud, begon ik bepaalde dingen te vermijden. Zo weet ik heel goed dat ik altijd bij mijn beste vriendinnetje speelde. Nou, die kennen jullie wel op de GameCube. En dat ik soms overtroffen werd door een ineens misselijk gevoel. En dat het stomme is, dat misselijke gevoel, dat creëerde ik zelf in mijn hoofd. Maar omdat ik zo bang was om weer over te geven, ging ik op zo'n moment gewoon naar huis. Dus in plaats van te zeggen, nou, doe niet zo stom. Het zit allemaal in je hoofd. Gaf ik eraan toe en dacht ik, ik kan dit nu voorkomen door weg te gaan. Nou, en je zult begrijpen, hoe vaker je dit doet, hoe minder je op bepaalde plekken kan komen. Want uiteindelijk kom je er altijd wel mee in aanraking. Of het nou op televisie is, in een film, op straat, in de avond. Iemand die zich niet lekker voelt, een klasgenootje. Het werd gewoon met de dag erger. En ik weet nog hoe vervelend dit was. Want vooral dat gevoel dat ik dacht misselijk te zijn. En eigenlijk zodra ik thuis kwam dat dat dan direct verdween. Bewees al dat het gewoon helemaal in mijn hoofd zat. Maar ik was nog te jong om daar echt, ja, die link te leggen. Nou, volgens Wikipedia kan emetofobie op verschillende manieren naar voren komen. Je kunt smetvrees hebben voor bacteriën die je buikgriep kunnen veroorzaken of andere soorten virussen. Je kunt straatvrees erdoor krijgen of paniekstoornissen. Dronken mensen willen vermijden, zieke mensen willen vermijden. Of zo geobsedeerd worden door de houdbaarheidsdatum van voedingsmiddelen dat je bijna niets meer durft te eten. Het stomme is, ik had last van al deze vormen. 7 jaar lang heb ik in zekere mate van alle 4 de punten last gehad. En ik denk dat dat ook best wel vaak voorkomt. Want als je niet wilt overgeven, dan moet je met al die punten rekening houden.
Nou, het goede nieuws is dat ik inmiddels 23 ben en dat ik niet meer bang ben voor overgeven. Ik heb Tony al 3 keer moeten helpen terwijl hij een buikgriep had en hing ik naast hem boven de pot. Ik heb inmiddels zelf een buikgriep gehad waardoor ik weer boven de pot hing. Ik woon tegenover een discotheek. Regelmatig als ik naar huis loop, zie ik dus kotsende mensen. En daar raak ik niet meer in paniek van. Natuurlijk, het is niet lekker. Het is niet iets waar ik graag naar kijk. Maar dat angstige gevoel wat me dan overviel als ik kots zag, dat heb ik niet meer. Dus je kunt er echt vanaf komen. Heel simpel, door mijn angst aan te gaan. Mijn emetofobie nam ik mee van de basisschool naar de middelbare school. Daar heb ik de eerste jaren ook nog best wel veel last van gehad. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk op een leeftijd dat je uitgaat. En zoals je waarschijnlijk wel zult weten, dronken jonge gasten houden wel van een drankje. Jonge gasten houden wel van een drankje. En omdat ze nog niet zo goed weten waar hun grenzen liggen, gaan ze soms te ver. Nou, met als gevolg, kots. Dus ik heb op mijn 16e, 17e het zo vaak meegemaakt dat vrienden over hun nek gingen. Dat ik vriendinnetjes moest helpen. Ik ben zelfs een keer bijna ondergekotst omdat een vriendinnetje van mij slecht ging, zoals ze dat toen noemde. In bed, waar ik naast lag. Door het onder ogen te komen, werd ik er eigenlijk steeds minder bang voor. En zag ik in dat het helemaal niet zo erg was. Vooral omdat mijn vrienden er zo luchtig over deden. Want ik had gewoon vrienden die zeiden, oh, ik ben misselijk, drankje te veel. Hup, vinger in de keel en het is weer over. Nou is dat natuurlijk ook niet gezond. Maar het liet mij wel inzien dat het helemaal niet zo erg was als het in mijn gedachten was. Deze knoop werd pas echt doorgehakt toen ik op mijn 17e geloof ik echt een hele erge buikgriep kreeg. En de eerste keer weet ik nog zo goed dat ik dacht, oh, ik moet kotsen. En dit klinkt heel stom, maar ik weet gewoon nog dat ik naar de wc ging en dacht, you got this girl, you can do this. En ik zette me echt gewoon schrap. En toen gebeurde het en toen dacht ik, nou, ben ik hier nou al die jaren zo bang voor geweest? Het was zoveel minder erg dan toen die eerste ervaring met kotsen toen ik een klein kind was. En dat is waar voor mij een beetje de verandering begon. Dus waar mijn angsten steeds minder werden. Ik zeg altijd dat ik voor, laten we zeggen, 90% genezen ben. Want er is altijd nog een 10% van mij die af en toe wel een beetje paniekerig kan worden. Oh, de bananencake is klaar. Oh, en om een voorbeeld te geven, ik heb een ei gebruikt dat al over datum was. Maar als test heb ik hem in een glas water gezet. Omdat hij naar de bodem zakte, was hij nog goed. Nou, dit zou ik vroeger nooit gedaan hebben. Uit angst dat ik er ziek van zou worden. Maar ik ben er dus nog steeds niet helemaal van af. En ik denk ook dat ik dat nooit helemaal zal zijn. Het is niet zo erg dat het mijn leven belemmert. Ik bedoel, ik ga overal heen. Ik laat me nooit tegenhouden door dit. Dus in die zin ben ik er van af. Ik heb nog steeds wel nog momentjes dat ik het iets moeilijker heb. Vooral op plekken waar ik niet weg kan. En het stomme is, ik vlieg natuurlijk enorm veel. En ik moet toegeven dat ik het heel vaak heb tijdens vluchten. Ook omdat ik de laatste tijd heel veel ziek ben geweest. Echt oprecht ziek. Dat was geen verzinsel van me. Maar ik was oprecht ziek en daardoor vond ik het zo erg om het vliegtuig in te moeten. En dan ben ik zo bang dat ik moet kotsen. Vooral als ik tussen 2 mensen in zit of bij het raampje. Als het even kan, boek ik dan ook altijd een stoel bij het gangpad. Maar ik vlieg ook vaak genoeg tussen mensen in of dus bij het raampje. En oh, dat vind ik echt heel moeilijk. Vooral als ik dan even denk van shit, ben ik nou misselijk? Dan maak ik mezelf misselijk en dan ben ik een half uur in gevecht met mezelf en mijn gedachten om me weer rustig te krijgen. Ik zet muziek op, ik doe ademhalingsoefeningen en meestal helpt dat. Ja, niet altijd. Soms moet ik echt gewoon even naar de wc lopen en echt vragen of ik even uit mag om tot rust te komen. Maar meestal helpen die kleine oefeningen wel. Nou, dit zijn natuurlijk momentjes die zijn alsnog niet prettig, maar ze komen niet vaak voor. Ik heb ze wel nog, dat geef ik eerlijk toe, maar het is niet het eind van de wereld. Ik kan er mee leven. Nou, lieve kijker, mocht jij hier last van hebben, van emetofobie, herken jij je in mijn verhaal, dan wil ik je zeggen dat het echt beter kan worden en dat er zoveel moois op deze wereld is. Het is het niet waard om je druk te maken over zoiets onbenulligs als overgeven. Overgeven is echt niet zo erg als jij denkt. Dat is allemaal mentaal. Meestal als het je een keer overkomt, zul je zien dat, dat het heel erg meevalt. En dat die angsten eigenlijk voor niets zijn geweest. Dus mijn tips, probeer het onder ogen te komen. Om een keer
wel te helpen als een van je beste vriendinnen een drankje of een wijntje te veel op heeft. En niet weg te kijken. Natuurlijk, het blijft niet lekker. Hè? Het is gewoon smerig, laten we wel wezen. Maar het is niet eng. Dat is het belangrijkste. Het is niet eng. Emetofobie. Kun je overheen komen? Laat het je leven niet belemmeren. Ik wil ook nog even toevoegen dat mocht je hier echt heel erg last van hebben en belemmert het je sociaal leven, je werkleven, je privéleven, zoek dan hulp. Er zijn hele goede psychologen in Nederland die je kunnen helpen met emetofobie en die het echt beter kunnen maken. Schaam je er niet voor. Er zijn heel veel mensen met deze angststoornis. Dus zoek alsjeblieft hulp. En dan wordt het echt allemaal beter. Ik praat hier graag met je over. Dus laat vooral je reactie achter. En dan zien we elkaar in de weekvlog van zaterdag. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.